weer zoals een Cornelius, zoals de garnisbewaarder in Filippi. Die hebben gezocht, die horen het en die komen direct tot het licht. En dat is wel heel belangrijk, dat je ook hier mensen hebt, dan kun je ook voorbidden, als je wel eens traktaten verdeelt of misschien met elkaar de straat op gaat. Heer, leid mij naar zoekende zielen. Amen. En de Heer leidt je naar zulke mensen toe. En soms denk je, of als je gewoon onderweg bent en je denkt, nou Heer, wilt u me vandaag iemand geven die ik een zegen kan zijn of die ik iets mag verder geven. En God leidt je dan specifiek tot zulke mensen. En ik kan u zeer bemoedigen dat te doen. Sommigen denken, ja, je moet regelmatig met traktaten naar elkaar uitgaan en zo. Dat is een goede zaak. Een jaar geleden, dat was, had ik een kennis, die is nu gestorven. Hij was een jongen die had de Pearl Harbor aanval op van de Japanners in 1941 overleefd. Hij was een christen en hij was op de Virginia, een van die boten daar. En die werd als eerste door de Japanners gebombardeerd. En hij was toen het bij een groep, met name de Navigators. Ik heb je ook in Nederland, een groep, yeah. Navigators. En hij was namens Jim Downing. En hij was een christen die al van mensen op de Heer Jezus had geleid. En die werd daar, het schip werd gebombardeerd en het zonk ook en hij overleefde dat. Werd op andere schepen geplaatst en uiteindelijk hadden ze vaak op die schepen ja, een soort evangelisatie. En soms had je dan, waren ze aan het land en dan had je van die barakken daar, een paar op duizend van die soldaten waren. En dan zeiden ze, nou we gaan allemaal, 10 man, jij gaat naar die groep, jij gaat naar die groep, jij gaat naar die groep. En deze Downing was dan de leider, die moest het allemaal coördineren. En er was altijd één jongen, die kwam terug en die had altijd één of twee mensen tot de Heer Jezus geleid. En anderen hadden al die barakken afgegaan en zo. En, ja, we zo verdeelde gesprekken gehad. Hè. Maar die andere die zei altijd, ja, ik heb 2 tot de Heer geleid, 3 tot de Heer geleid en tot de Heer geleid. Dus na verloop van tijd zei die Downing, ja, hoe doe je dat in vredesnaam? Nou zei hij, ik ga wel naar die afdeling toe die je mij aangewezen hebt. Ik moet dat niet in die barakken gaan. Maar ik bid gewoon, Heer, leid u mij naar de juiste ziel. Dus hij ging helemaal niet 1, 2, 3 al die deurtjes af. Dat zouden Nederlanders doen natuurlijk. Je gaat heel systematisch de boel af. En dan ga je de tweede rij, de derde rij en zo. En je moet er vooral niet meer niks vergeten. Hij zei, Heer, luid u mij maar. Ja. Nou, dan ging hij soms ergens naartoe. En dan zei hij, vanmorgen moet ik hier even een gesprekje aangaan. Nou, dan was hij een kwartier, een half uur in gesprek. En dan kon hij hem tot de Heer leiden. En dan ging hij, nee, luid u me maar. Nou, nog een eentje. Hij had altijd een paar mensen tot de Heer mogen leiden. En hij vroeg altijd van, Heer, waar wilt u dat ik naartoe ga? Amen. En ik heb vaak gedacht, ook hier, hè, je hebt in de Abbasawade zitten, wordt het genoemd. Ja. Je hebt, hoeveel wonen die? 10.000 mensen. Er zijn altijd mensen die zoekende zijn. Ja, er zijn mensen die misschien COVID hebben, die kanker hebben, die ellende hebben, in scheiding liggen, wat dan ook. En soms waarvan je zegt, van, nou, daar moet ik nooit naartoe gaan, dat is niet mijn cup of tea. Maar als je bidt, het kan ook gedurende de dag zijn, en je zegt, hier, leid u mij maar naar iemand die iets van u, Heer Jezus, nodig heeft. Je kunt met een traktaatje beginnen. Er zijn 2 dingen die heel grote hulp zijn. Ten eerste, als je persoonlijk getuigenis kunt geven in zo'n 5 minuten. Dus iets vertellen, hoe en wanneer heb jij Jezus Christus persoonlijk leren kennen? Want niemand kan daar iets tegen zeggen, dat is jouw persoonlijke ervaring. En het tweede, als je een vers of 10, 20 uit je hoofd leert, en ik zou het dan in de Nederlandse Staten nemen, en als je met mensen spreekt, citeer de schrift. Ja. Dat is heel belangrijk. Dat hebben we met straatpreken ook wel gedaan. Hè? Nou, je kunt een prachtige preek bedenken met de prachtigste welsprekendheid. Maar je kunt ook vooral de schrift citeren. Amen. En dat is, waarom is dat zo belangrijk? Het is een tweesnijdend zwaard. Ja. En dat is niet te onderschatten. Een tijdje geleden waren we met Jordi in Ierland vorig jaar. Toen hebben we met een man of 15 was het geloof ik, een beetje rondgereisd, gepreekt en kwam ik dacht dat zo'n man of 18 tot geloof in Jezus Christus. En ik ben er goed, er was een dame en die zei, jongens, waren we in gesprek en die zei van ja, ik heb alles geprobeerd, ik ben zeer depressief en zo en dit en dit. En dacht ik van, nou, ik wil even met de persoon in gesprek zijn, ik heb het gehoord, mag ik u vertellen dat de Heer Jezus hoop voor heeft? Oh ja, wat voor hoop dan? Nou zeg ik. Er is een prachtig vers, en dat kwam zo in gedachten omdat ik haar toestand zag. Dat is een vers in Matthäus, dat kent u zeker, Matthäus hoofdstuk 11, vers 28. Kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart.
en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dat zei ze, maar dat heb ik nodig. Dat heb ik, maar dat is in een persoon te vinden. Ja. Wie is, hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt ervan dan door Jezus. Er is geen naam onder de hemel gegeven als de naam van Jezus. Ik citeerde zo'n vers of 10. Dus zei ze, ja, maar hoe kan ik hem dan leren kennen? Hij zei, ja, ik kunt u bekeren. En u gelooft alleen op wat Jezus en zijn bloed voor u heeft gedaan. Ja, graag. Ja, hoe dan? Ja, u kunt bidden. Ja, zegt ze, ja, ik ben katholiek. Ik heb wel eens het Ave Maria gebeden, of de Rozenkrans. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Het gaat om de persoon van de Heer Jezus Christus. Heeft u zijn naam was aangeroepen? Nee, nog nooit. Dat wil ik dan graag doen. In zijn bad, met een goed, en hebben gebeden. En ze deden ogen open. En ze keek zo. En op een gegeven moment begon ze te huilen. Ja. En ze was zo van vreugde. Want ze had ervaren dat juk van de zonde is weg. Ze was depressief vanwege de zonde. Van al die onbekende zonde. En dat werd weggenomen door één persoon, Jezus Christus. We waren in München, dat was 2 weken geleden. We zijn een gemeente begonnen een paar jaar geleden. En jongens gingen op de straat, nou nu zonder mij. En een tijdje geleden was een van die jongens die zei, nou, ik heb een dame gesproken, een jongeman gesproken. En probeer te overtuigen, dat ging niet. En op een gegeven moment zei hij, als de Heer zegt, zit hier eenvoudig de schrift, gewoon de heilige schrift van Luther, uit 1545. En ik begon gewoon duidelijk en helder de schrift te citeren over het punt van verlossing. En na 10 versen zei hij, ja, maar hoe kan ik dan gered worden? Nou, als je de naam van de Heer Jezus aanroept, dan zei, ja, nou, doen we dat dan. Amen. Dus de kracht van het woord van God is niet te onderschatten. En soms is het goed dat je zegt, ik neem 10, 20 Bijbelversen, die ga ik uit mijn hoofd leren. Ja. En op het moment dat je dan met mensen in gesprek bent, moet je een beetje wijsheid vragen. Je kunt ook bidden als je met mensen in gesprek bent. Heer, wat kan ik doen? Wilt u een open deur geven? Geeft u me wijsheid? En zo moet je gewoon interesse hebben en wachten en vragen stellen. En er komt vanzelf een mogelijkheid dat de Heer dan, dat je weet, nu kan ik iets over de Heer Jezus zeggen. Nu kan ik ook iets van het woord van God geven. En laat het woord van God maar zo vrije loop gaan. Dan merk je vanzelf al, als hij, ook als hij in grote duisternis is, dan kan de Heer daardoor door het woord van God hem ook aantonen dat hij een zondaar is. Mm-hmm. En soms kan het wel eens emotioneel worden. Ik ben een goed jaar geleden, ik was nog student in Groningen. Er was een avond en we hadden iemand, navigators, uitgenodigd. En dat was een voorganger geloof ik, voorgangersvrouw. Hij had een of ander verhaal en we zouden in groepjes over doorspreken. En toen was ik in zo'n groepje en er was een meisje, dat kende ik niet, student. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, maar die stelt zulke rare vragen. Dan zeg ik, ja, maar weet je wat nieuw geboord is? Nee, ik heb nieuw geboorte nooit van gehoord. Nou, zeg ik, de Bijbel zegt, je moet opnieuw geboren worden, zegt Johannes hoofdstuk 3. Dan ga ik een paar 8 of 10 versen citeren. Op een gegeven moment begon ze verschrikkelijk te huilen. En iedereen dacht, hoe komt dat dan? Ja, die verhoef, kijk eens, heeft eraan de huilen gemaakt. Dan zeg ik, ga jij maar weg. Je begrijpt ook helemaal niks van die vrouw, je hebt geen gevoel en zo. Dus, nou, dan werd ze getroost, maar ik zei nog, ja, maar je moest je wel bekeren, geloven in Jezus Christus. En ze moest maar huilen. Nou, ik heb haar nooit meer gezien, tot in een jaar of 4, 5 later. Toen was er een vriend van mij, die hadden geholpen en die zei op een gegeven moment, ik ben in Duitsland als fysiotherapeut aan de gang. En ik, je moet toch de groet hebben van zo en zo. Ik ken die niet, dus dat is een meisje, is tot geloof gekomen. Was nu een christen, ging in gelijkzelfde gemeente als die andere jongen in Duitsland. Maar ik had helemaal geen idee dat ze tot geloof gekomen was. Maar dat was het, de kracht van het woord van God. En dat wil ik u wel graag meegeven, dat we soms onderschatten, want velen zijn misschien met deze Bijbel of een Bijbel opgegroeid. Ik ben met een NBG opgegroeid, NBG 51. Toen ik tot geloof kwam heb ik honderden versen geleerd. Toen heb ik uitgevonden dat deze Bijbel veel beter was, in Staten. Moest ik veel omleren. Maar de kracht van dit boek is niet te onderschatten. Amen. Echt niet te onderschatten. Amen. Mag ik nog een voorbeeld geven? Waar in oktober was ik met mijn vrouw uitgenodigd in Wenen. We hadden een gemeente te beginnen daar. Was een groep van 40 mensen. Een voordracht gehouden over orthodoxie. Dus de traditie van orthodoxie die het goed is. En dan een evangelieverklaring. En tijdens de evangelieuitleg werd ik in de reden gevallen, jonge mensen opgestaan, geschreeuwd, 2 mensen zijn weggelopen. Ze waren er helemaal niet mee eens wat daar, ik heb gepreekt uit Johannes hoofdstuk 3.
En de volgende dag kwam er precies één persoon, jong gelovige, die interesse had om te groeien. En verder helemaal niemand. Die 40 man. Ik zeg nu maar van, nou, dat is wel een geweldige mislukking geweest hier. Kom met dat hele eind van Zwitserland naar Wenen en zo. En dan denk je van, nou, en dan heb je eenmaal ellende en is één persoon. Nou, het was 4 maanden later. En toen zei iemand tegen mij, was jij niet in Wenen? Ik zei, ja, ik was in Wenen, maar niet zo'n succes. Nou, zei, weet je dat er 4 mensen tot geloof gekomen zijn in Jezus Christus? 4 mensen? Ik zei, ja, 4 mensen. Met andere woorden, als mensen soms boos worden, dat wil helemaal niet zeggen dat dat verkeerd is. Wat ik vaak gezien heb met mensen die heel religieus zijn, dat kunnen protestanten zijn, katholieken, orthodoxe, moslims. Vaak als ze met het licht geconfronteerd worden, dan worden ze boos. Want zij hebben geleerd door hun religieuze activiteiten hun zonde goed te bedekken. En dan komt er iemand die meteen, pas boem, direct, hè, op een typische Nederlandse manier, zonder mooie franje en vrij bot, tot de kern komt. En dat bevalt ze, dan worden ze boos. En daarna worden ze vaak angstig, dan krijgen ze grote angst, vrees. En daarna, ten derde, laten ze zich redden. Maar dat is altijd veel beter dan dat je iemand hebt die je legt het evangelie uit. En na verloop van tijd zeggen ze, oh, ga ik naar de hel? Oh Jezus, oh, nou, dat is leuk voor jou, maar het zegt me helemaal niks. Met andere woorden, je komt helemaal niet door bij zulke mensen. Dat is soms veel moeilijker dan mensen die heel emotioneel reageren. Want dan weet je, je hebt iets geraakt. Het is eigenlijk dat je zegt, soms dat je door een donkere straat loopt en je ziet een steeg en je gooit er een paar schoenen in. En dan hoor je, au, 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 au. Dan weet je, je hebt iets geraakt. Maar je ziet niks. En dat is ook hetzelfde met mensen. Want mensen, die kunnen een perfect religieus gezicht hebben. En ze weten zich heel goed te verstellen. Maar wat in hun hart is, dat weet je niet. Tenzij je met het woord van God komt, met het licht komt. Dat is verbonden met de schrift en met de Heer Jezus Christus en hem gekruisigd. Maar daarna komen er nog een paar andere trucs die ze uithaalt. Dat is een listellig argument in vers 20. Laten we eerst even vanaf vers 13 doorlezen. Dan zegt de Heer Jezus tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Dus het fysieke water. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tot hem, Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten en ik hier niet moet komen om te putten. Jezus dan zeide tot haar, ga heen en roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zeide tot haar, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man, want gij hebt 5 mannen gehad en dien gij nu hebt, is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. De vrouw zeide tot hem, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden en gij lieden, de Joden zeggen dat het in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Nou, dat zie je heel vaak, hè. Zeggen ze van, dat is een distellig argument. Ja, jij bent misschien vrijkerkelijk of baptist. Ja, maar ik ben gereformeerd van de gereformeerde traditie. Ja, ik ga naar Mekka. Ik ben in Mekka geweest om maar God te aanbidden. Heb jij wel eens een pelgrimsreis gemaakt, vragen ze dan? Wel, zulke dingen. Maar dat is een distellig argument. Nou, wat doet de Heer Jezus dan? Wat te omgaan, zegt hij in vers 21, vrouw geloof mij, de uren komt wanneer gelieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Het gaat er niet om welke fysieke plaats je zoekt om God te zoeken, of het nou een kerkelijk gebouw is, of die hinders zitten geloof ik daar, de gangers moeten zich zoveel keer onderdompelen en dergelijke, het heilig water, of de boeddhisten gaan naar, daar waar ze dat de Gautama in Nepal begonnen is en dergelijke. Dat is heel serieus, daar gaan ze echt. Er wordt vermogen uitgegeven op de Hajj naar Mekka. En ik denk inderdaad dat ze dan in orde staan of zijn bij God. En de Heer zegt dat is volkomen onbelangrijk op aarde. Sterker nog, voor ons christenen is er geen enkele kwadraat centimeter heilige grond. Een Jood heeft dat wel. Een Jood, wat ook zo, die zegt, nou dat is het heilige land. Hè, dat hij wat de vader, God van Abraham en Jacob, gegeven heeft. Maar in het Nieuw Testament zien wij, we hebben geen enkele kwadraat centimeter heilige grond op deze aarde.
We hebben wel een behoorlijk hoeveelheid kwadraatmeter heilige grond daar in het Nieuwe Jeruzalem. Ja. Dat is onze allermoeder, dat is niet Maria, onze allermoeder zegt Galaten 4:26 is het Nieuwe Jeruzalem. Amen. Dat is een stad van zuiver, dat is waar wij horen. We zijn eigenlijk pelgrims die hier maar doortrekken, maar het ware, het beste moet nog komen, dat ligt boven. Amen. Ja. En dan zegt hij in vers 21, gij lieden, dat is in de Samaritanen, aanbid wat gij niet weet. Wij, dat zijn de Joden, aanbidden wat wij weten. Want de zaligheid is uit de Joden. Niet uit de Europese Unie, de UNO, de Rooms-Katholieke Kerk, de Ecumene of de Islam. Het is uit de Joden. En dat verklaart de Holocaust. Want dit boek wat wij hebben, van Genesis tot en met Openbaring, is een Joods boek. Ja. De Verlosser is Joods. Eens zal een Jood over de ganse aarde regeren, zegt de Bijbel. Als ik met Joden spreek, dan zeg ik altijd, ik vind het fijn dat ik een Jood ben. Eens zal een Jood mijn land, Nederland, regeren. Vind ik fijn. Dan zeggen ze, oh, nou, dat is natuurlijk wel mooi te horen natuurlijk. Dan heb je een ingang en zo van, nou, hoe kom je daar dan bij? En zeg, nou ja, hè, dan kan je de Bijbel openen. Dus je moet een beetje wijsheid hebben. Hè. De Bijbel zegt, in twee keer in zegt Paulus, ik heb je met list gevangen. Ja. Je moet een beetje wijs zijn om zulke Joden dan, dat is een zeer trots volk trouwens ook. Ja. De uren komt en is nu wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Ja, dat is in geest, we doen het nu ook, we zijn samen bij elkaar gekomen, we hebben de Heer aangebeden. Het koninkrijk van God is niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid en liefde en vreugde in de Heilige Geest. Dus in de Heilige Geest, een geestelijk rijk wat in ieder hier is die opnieuw geboren is. En in waarheid. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En dat is ook het mooie van straatprediking. En ik kan u al ook bemoedigen om dat eens te doen. Tenminste, de mannen dan. De vrouwen zijn natuurlijk van harte welkom mee te gaan. En kunnen traktaten verdelen. En ik zeg al, de vrouwen hebben vaak meer. Het in Duitse woord is fingerspitzengevoel. Dat noemen we fijngevoeligheid, zeg je eigenlijk. Hè? Vaak meer dan mannen. Bij mannen denk ik, dan, dat daar is het doel, want dan moeten we naartoe gaan, we gaan de lijn recht op af. En vrouwen zijn meer gevoelig en denken, we moeten een beetje oppassen wat we zeggen en zo en zo. En dan komen ze ook bij hetzelfde, maar er is meer openheid dan. En nogmaals, de persoonlijke gesprekken, mijns inziens, zijn eigenlijk de manier, de beste manier, om mensen tot de Heer Jezus Christus te kunnen leiden. Straatprediking is een goede zaak, het heeft heel veel, het is complementair eigenlijk aan het persoonlijk gesprek. Vooral als je met elkaar een paar liederen zingt, zoals we hier gezongen hebben, voor evangelisatieliederen over het bloed en de genade van Jezus Christus. Dan zing je een prachtige stem, heb ik horen hier, 2-3 stemmig. En dan dat er een broeder is die een kort getuigenis geeft, persoonlijk getuigenis of een kort evangelieverkondiging. En dan zie je al dat er een paar mensen zijn die blijven staan. Die zeggen, hé, dat is interessant. En dat je dan zeg, een paar zusters hebt of broeders die zeggen, van even één op één, kan je dan met die mensen het persoonlijk gesprek aangaan. En het is een hele effectieve manier om dat te doen, dat je eigenlijk ook samen je gaven gebruikt om zo het evangelie door te geven. En hij zegt dan in vers 24, God is een geest. Dat is belangrijk, nu bij ons het woord een ervan weggehaald, maar God is een geest, is een separate geest van de materie. Hij is niet in al het hout of zoiets dergelijks, wat je vaak ziet bij de animistische religies. En die hem aanbidden, die moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Waarom is het een geest? Hij is een heilige geest. Dit boek is, aan de voorkant van de Bijbel, maar het is de heilige schrift. Dat is heel belangrijk. De ganse heilige schrift zegt het. Het is een heilig boek. Alle andere geschriften van religies zijn niet heilig. En de reden waarom ze niet heilig zijn is heel eenvoudig. We kunnen dus nalezen in Jesaja 43, 41, dat wij hebben als enige een boek met vervulde profetie. Ja. Als u met een moslim spreekt, dan zegt hij altijd, nou ja, ik geloof in de profeet Mohammed. Zegt, oh ja? Wat voor profetie heeft Mohammed dan gedaan, die in vervulling gegaan is? Heel veel. Zeg, wat voor dan? Waar staat dat dan? Ja, dat weet ik zo niet en zo. Maar dat is ook het hele punt. Hij heeft niks geprofeteerd. Dat is het probleem, want als je een profeet bent, dan zegt Jesaja 41, dan kun je die profeet checken door wat hij zegt, gaat dat in vervulling? Als het niet in vervulling gaat, is het een
valse profeet. Ja. Dus dat is een heel belangrijk punt. We hebben 48 profetieën die in de persoon van Jezus Christus in de vervulling gegaan zijn. Heel veel over volken en naties die opgekomen, ondergegaan zijn. Ja. En nog meer dan 500 die in vervulling zullen gaan bij de wederkomst van Jezus Christus. Dat is nogmaals het belangrijkste thema in de Bijbel, van Genesis tot en met Openbaring, de wederkomst. Amen. Nogmaals, wij als heidenen, hè, voor ons heel belangrijk dat wij door geloof alleen aan Jezus Christus gered zijn. Dat is voor ons persoonlijk heel belangrijk, want dan hoef je niet naar de hel te gaan, dan ben je zeker van de hemel. Maar voor God is dat natuurlijk niet zo'n hoogtepunt dat zijn zoon naakt aan een kruis genageld is. Want hij had geen linnendoek op. Daar hebben we ervan gemaakt. Maar een kruis werd naakt opgehangen. Ja. Want zonde beroof je van alle schaamte. En hij werd tot zondoffer gemaakt. Dus het is voor God helemaal niet een hoogtepunt dat zijn zoon daar gekruisigd werd. Wat voor God het hoogtepunt is, is dat eenmaal zijn zoon als koning aller koningen, als heer aller heren, op de stoel van David zal heersen 1000 jaar lang over alle volken, de ganse hele EU, over Nederland, over China, over Rusland, over Noord-Korea en over Mekka. Dat is voor God het hoogtepunt. Dus een koning die een koninkrijk brengt op een troon is het thema van Genesis tot en met Openbaring. En dat wij daar toevallig als heidenen ingevoegd zijn, is alleen maar genade. Ja. Dat we ook nog met de Heer mogen regeren als we met hem lijden, is een genade op genade. En dat we nog in Nederland mogen dienen, nogmaals, ik prijs u zeer gelukkig, want als u denk ik dat doet om te getuigen in een land als Pakistan of India, of de dagen met een hindoe-fundamentalistische regering, is het vele malen also moeilijker in de zin van meer lijden en vervolging dan in Nederland. Maar ook in Nederland, weet ik, moet iedereen die godvruchtig leven wil, lijden. Dat zegt de Bijbel onafhankelijk waar je bent op deze aarde. Helaas wel, broer. En dat betekent ook sommige vervolging van eigen, niet alleen van religieuze familie, maar ook van andere opnieuw geboren christenen. Sterker nog, ik zeg altijd tegen een jonge christen, als je tot geloof gekomen is, twee dingen heel belangrijk. Hoe dichter je tot God komt, hoe dichter kom je bij de duivel. Ja. En een tweede is, de meeste problemen, en zeker hier in Nederland, in de Bijbelbelt, krijg je van andere opnieuw geboren christenen. Nou, misschien ook wel van religieuze mensen hier in de wat zwaardere kerken, dat geloof ik ook graag. Maar ook van opnieuw geboren christenen. Als u zegt, nou dat is wel een beetje overdreven, dan spreek ik graag nog eens over 2-3 jaar. Als u gewoon de Heer Jezus nagevolgd bent, dan zult u denk ik moeten zien dat het inderdaad ook daar vandaan komt. Het heeft gewoon met jaloersheid te maken. Of wereldsgezindheid te maken. Nu terug naar onze tekst. Een heel mooi vers, in vers 14 hebben we wat overheen gelezen. Maar hij zegt daar, wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. En dit is een Judeese Jood die dit zegt. En dit is een Samaritaan, eigenlijk indirect ook tot ons, hè, gelovigen uit de heidenen. En dat water wordt genoemd in het laatste hoofdstuk van de Bijbel, in Openbaring hoofdstuk 22, vers 17. En dan zegt hij in Openbaring 22, vers 17, de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Amen. Dat is een beetje eigenlijk een germanisme. Omzonst, hè, zeggen de Duitsers dan. Ja. Om niet, dat betekent het is gratis. Het is voor niks. Amen. Het is al betaald door het bloed van Jezus Christus. Amen. Dat is ook het bijzondere van onze persoonlijke relatie met de levende God. Ik was een tijdje geleden in India. En ik had zo op mijn laptop een paar van die beelden rond, die gingen over Bijbelse beelden. En toen zag zo'n hindoe dat, die zei, ja, wat is dat dan? Dat is over de Bijbel. Oh, dat is het boek van uw God. Dat, zei, ja, dat is het boek van mijn God. Oh, zegt hij. En ik zeg, heb je ook een boek? Ja, we hebben de Veda's. En de,
Wat was de naam van jouw god dan? Het was geloof ik Ganesh. Ganesh is die man met een olifantenhoofd. Het is de god van de... Het is heel populair. Het is de god van de rijkdom. Dan moet je een offeren. Dan moet je geld of wierook of eten offeren. Dus zeg, ja, wat heeft jouw god dan voor jou gedaan? Voor mij gedaan? Helemaal niks. Ik moet die god natuurlijk offers geven. Het kost mij wat. Ik zeg, oh. Hij zegt, wat heeft die god dan... Moet jij je god dan geven? Ik zeg, mijn god, ik hoef hem niks te geven. Wat zegt hij? Niks te geven? Hoezo niet? Hij zegt, nou, mijn god heeft zich voor mij gegeven. Hij zegt, wat zeg je nou? Ja, mijn god heeft zich voor mij gegeven. Nou, daar begreep hij helemaal niks van. Dat het om niet was dat onze god zichzelf mens heeft gemaakt om zichzelf te offeren als gave gods om ons te redden. Dat is volkomen nieuw.